metaal is altijd een materiaal geweest waar ik heel graag mee wou werken, maar nooit echt de tijd voor heb gehad om het te leren hechten en te leren snijden. En sinds kort heb ik dus een lasapparaat aangeschaft en een plasma cutter, omdat ik ook best wel veel ijzer heb waarin ik mijn verhaal in wil vertellen. Dus dit wordt eigenlijk de eerste expo waarin ik dus echt mezelf heb leren lassen en spullen heb leren uitsnijden eigenlijk. Ja, hoe het in zijn werk gaat, ik zie in alles zie ik wat. Dus bijvoorbeeld als ik dit zou pakken, dit wat eigenlijk gewoon weer een scharnier is, maar het heeft voor mij al dat ik een vorm van, het is een lichaam, het heeft toch voetjes. Weet je, laat me het een staart geven of laat me zorgen dat zijn nek een beetje wiebelt. Of soms vind je alleen één ding dat je denkt van, dit is een bek. En dan vanuit dat wordt het weer een heel object. Dus, maar het begint eigenlijk altijd dat ik iets zie wat vaak leeft. Dus ik zie vaak een lichaam, een oog, een vorm, een oor, whatever. En dan probeer ik het zo snel mogelijk tot leven te brengen. Als mensen iets herkenbaars zien, dan hebben ze direct een verhaal erbij. Dus ik ben echt helemaal verliefd geworden op het vak lassen, waar ik ver van ben. Want ik kan mezelf nog geen lasser noemen, maar I'm getting there.